Yo mensen, vandaag gaan we een nieuwe bouwupdate even maken. Alles is plat, dus we gaan nou even kijken hoe het er nou uitziet. Bouwupdate, symbolica. Zoals je kan zien, er is helemaal plat op het begin, hier zo. En ook helemaal hier zo en helemaal naar achterheen. En ja, pas over de helft, dus na die ton ongeveer, begint het weer ja, zand te worden. Maar dit is helemaal vlak gemaakt door, weet ik veel, zo'n rolauto van Bob de Bouwer. Ik weet niet meer hoe die heet, maar ja, waarschijnlijk heeft zo'n apparaat dat gedaan. Het heeft niet gesneeuwd, maar het is gewoon fucking glad. Want kijk, je kan gewoon helemaal zo doen. We kunnen ook glijden zo. Hey, mooi spulletje of niet? Ja, we gaan even daarheen. Zoals je kan zien, hierzo is de schaduw, dus hierzo is de sneeuw of wat dan ook, ijskristalzooi nog niet weg. Maar daar zo heeft al de hele dag de zon geschenen, ja de hele dag, de hele ochtend eigenlijk meer. Heeft dan de zon geschenen, dus dan is al die sneeuwzooi allemaal al verdampt. En daar zo is een hijskraan, ja hijskraan, bulldozer ding aan het werk. Graafmachine bedoel ik. En die is een beetje zand aan het scheppen ofzo. Die is daar zo glad aan het maken volgens mij. Met zijn schep. Oh, ik heb ingezoomd, daarom een slecht beeld. Maar je ziet waarschijnlijk daar zo die ton staan. En tot en met die ton is het helemaal glad. En dan heb je hier zo, ik zal even een beetje uitzoomen. Heb je daar zo die hijskraan. Of ja, oh zeg ik weer hijskraan hè. Die graafmachine. En daar zo helemaal, zoals je kan zien, is het nog niet glad. Maar dat gaat wel gebeuren waarschijnlijk. Jongen, deze poster hè, die vind ik echt fucking mooi. Ja, hij is er al even, dat weten jullie waarschijnlijk wel. Maar ik vind die echt fucking ziek, jongen, die poster. Echt mooi. Nou, dan gaan we weer even kijken bij de pagode, want hij is nu steeds weer niet omhoog. Ja, vorige aflevering was hij wel omhoog, maar hij draaide zeg maar nog niet. Maar toen was hier een hijskraan, maar die is nu ook weer weg. Nou is het wel een hijskraan, jongens. Niet weer een graafmachine, maar nou was het echt een hijskraan. Die gele weet wel. Alleen, of dat hij nog omhoog gaat vandaag, ja. Als je omhoog gaat, dan ga ik het sowieso filmen. Als ik het zie dan, hè. Dan gaan we hier ook absoluut naartoe. En dan anders niet, ja. Daar wel eens. Oké, we zijn weer even in Toko Pagode. Oh, kutzon, joh. En, ja. Mooie muziek. Nee, maar dit is het einde van de bouwupdate. Dus ik zou even zeggen dat je even op de like moet klikken. En dan ben je nog niet geabonneerd, dan kan je dat ook even doen. Dit is Jorek, of niet? Hij gaat ook een kanaal beginnen, wil die. Dus is er meer informatie over zijn kanaal, dan laat ik het zeker weten. Komt helemaal goed. Houden, hè?